Hogeveen TV wordt mede mogelijk gemaakt door de Zuidema Groep, Volksgroothandel Hogeveen, Nijenhuis Uitzendbureau, ING, Tankstation Klok, Danny Schilderwerken en de Business Club Hogeveen. Naar de fraaie start van de voorbereiding afgelopen zaterdag tegen hoofdklasser Deto. Wachten voor Hogeveen dinsdagavond een echte krachtmeting tijdens het toptoernooi in Staphorst. Daar was derde divisionist Staphorst de tegenstander. Ja, de inleiding is eigenlijk hetzelfde als tegen Deto. Nico Haak kon niet over een volledige selectie beschikken. Slechts 12 selectiespelers aangevuld. Wederom met Jelme Wieringa geleend van de zaterdag. En wat jeugdspelers. En terug van een zomervakantie is Jonathan Manso, de nieuwe aanwinst. Afkomstig van het Zuid-Afrikaanse HVV Hollandia. Aanvaller, 22 jaar, oorspronkelijk afkomstig uit Congo, nu woonachtig in Hardenberg. Beginfase wedstrijd. Overtreding van Livon van Dijk op Sander de Grote. Dan krijgen we al na de eerste minuut de eerste vrije trap. Komt de bal in de 16 meter. Ja, en dan ziet het er niet goed uit voor doelman Jorn-Jan van der Belt. Krijgt een tik. Wil dan opstaan. Ja, en dan zien we het al, net buiten beeld, dat het niet goed gaat met Van der Belt. Nog eens kijken wat daar gebeurde. Van der Belt heeft die bal en dan is het heel ongelukkig. Kaloussi, die eigenlijk ja, eerst met zijn linkerbeen en later met zijn rechterbeen het hoofd raakt van Van der Belt. Die uiteindelijk naar het ziekenhuis in Zwolle moet ter observatie. En waarschijnlijk een zware hersenschudding heeft. Dan is het vervolgens Serkan Akbas die Van der Belt komt vervangen. En dan de diepe bal van Kjeld Engels op Jonathan Manso. En dan is daar de overtreding van Matthijs Verhul. En dan zegt scheidsrechter Stan Enderman dat het de strafschop is. En zet Kjeld Engels zich achter die bal. En is het 0 tegen 1 voor Hogeveen. De zondag hoofdklasser tegen de derde divisionist zaterdag. Prima genomen strafschop van Kjeld Engbus. En net als afgelopen zaterdag kende Hogeveen wederom een sterke beginfase. Hier een prima bal van Tom Hiekes op Jamai Krikjes. 17e minuut, vrije trap Menno Hiekes. En dan is het net Reinier Krediet die de bal weg kan halen voordat Jonathan Manso erbij kan. Dan is het net niet de controle van Jamai Krikjes. En is het Daan Swinselman, de oud-doelman van Dedemsvaart, die eerder bij de bal is. Ja, van Staphorst zagen we bijzonder weinig. 21e minuut. Nou, rolletje van Mike Reuvers, oud-speler van Sportclub Erica. En zijn er heel wat spelers bij Staphorst die in het verleden wel bij een zondagclub tegen Hogeveen hebben gespeeld. Hier het schot van Kjeld Engbus. Uitstekende redding van Daan Swinselman. Bijna een half uur gespeeld. Toch een keer weer Staphorst. Maar ja, dat was wel een beetje kenmerkend. Emiel Belsma. Gaat goed verwijzen tegenstander, 16 meter in, Belsma. En dan wordt het schot op het laatste moment geblokt. Dan de vrije trap van Menno Heerkes. Dan zitten we inmiddels in de slotfase van een verder weinig innoverende eerste helft. Hier Serkan Akbas, ja, ziet eigenlijk niet waar de bal is, maar heeft hem wel. Staphorst opnieuw, Sander de Grote die scoort, maar daarvoor was al buitenspel geconstateerd. We konden de beelden er niet terugzien, maar dit feestje van Sander de Grote gaat niet door. En zo leidt Hogeveen heel knap met 0 tegen 1 bij de rust. Dan hier de eerste mogelijkheid voor Staphorst in de tweede helft, maar het is Serkan Akbas die er net op tijd bij is.
tweede helft waar niet veel in gebeurde. Ja, tot rond een uur. Toen werd Hoogeveen weer gevaarlijk. Jim Veldmaat. Voorzet is het Giorgio Beltouw. Prima mogelijkheid voor de man uit Hardenberg. Bal belandt in het zijnet. Nou, vlak daarna. Even weer een goede fase van Hoogeveen. Ja, Verstappen zagen we eigenlijk nauwelijks iets. Is het Emiel Belsma? Ja, zo is daar toch Hoogeveen heel dicht bij de 0-2. Nou, dan wordt het nodige gewisseld. En zitten we inmiddels halverwege de tweede helft. Stan Haanstra. Jelmer Wiering gaat tegenover zich. Brengt de bal voor. Maar ja, dat levert ook weer geen gevaar op voor de ploeg van Paul Weerman. 72e minuut. Nieuw Stan Haanstra met de jonge Stefan Patipelloi tegenover zich. Ja, die laat zich dan verrassen. En dan komt hem al uiteindelijk voor de voeten van Sander de Grote. En is het 1-1. Ja, de Grote, afhankelijk afkomstig van VVM, waar hij ook regelmatig scoorde tegen Hoogeveen. Patipelloi die zich laat verrassen, niet erg. Dat hoort er allemaal bij voor het leerproces van de jongeling van Hoogeveen. Maar zo'n kans moet je de Grote natuurlijk niet geven. Ja, dan is het toch 1-1. Een van de spaarzame kansen van Stappels. Hier opnieuw eentje. Het is voorzet van Renier Krediet en opnieuw Sander de Grote. Maar dan is het afgelopen. Hebben we 90 minuten gespeeld en is het 1-1. Ja, en dan worden tijdens het toptoernooi worden er ook strafschoppen genomen. Nou, die onthouden we even niet, want we krijgen nog een absoluut hoogtepunt. Hier is Lievel van Dijk. Strafschop gestopt, maar te vroeg bewogen door de doelman. En dat betekent dat Max de Vos weer op zijn lijn mag gaan staan en Lievel van Dijk een herkans in krijgt. En die gaat er dan wel in. Nou, dan gaan we even heel snel de strafschop op rij zetten. Renier Krediet. Dan vervolgens Menno Heerkes. Ja, Hoogeveen win. Stan Haanstra. Tom Heerkes. Ja, keeper is geen enkele kans. Sander de Grote. En Mike Kriekjes. Rob Dijman. En Kjell Denbus. Deze gaat erin van Ruben Kin. Nou, dan mag vervolgens Serkan Akbaas zelf. Is het 6-5. Scoren, maar kondig ik alvast het hoogtepunt aan. Jelmer Wieringa. Maar dan gaan we eerst nog even terug in de tijd naar 2018. Ja, en dan is daar Jelmer Wieringa. Een van de weinige spelers die niet heeft gescoord dit seizoen. Maar wel bestempeld wordt als kampioenenmaker. Kijk wat hij doet. Wieringa. Een panenkaatje. Oh, oh, oh. Wat fantastisch. Wat een prachtig genomen strafschop van Jelmer Wieringa. Ja, en nu 3 augustus 2021 staat hij daar als gastspeler bij Hoogeveen Zondag. Speelt normaal gesproken bij Hoogeveen Zaterdag. En staat hij weer achter een strafschop. En wat doet hij? Ja hoor, wederom een panenka. Wat is het toch een held, die Jelmer Wieringa. Een fenomeen. Ja, en hij heeft al heel wat wedstrijdjes in de Benenstraat voor Hoogeveen Zaterdag. Dan is het Dirk Muis die scoort. Hoogeveen Zaterdag dat gisteravond ook is begonnen met de training. En dan Emiel Belsma, die raakt de lat. En dan mist Leon Mulder de laatste strafschop niet. En verliest Hoogeveen de strafschoppen serie.